Kijkers, Botlek TV, Link Media. Hartelijk welkom hier in Spijkenisse aan de Voorstraat, nummer 14A, bij Max en met Wiebe. En wat zijn we hier aan het doen? We willen heel graag in het kort van Wiebe Pannenkoek, secretaris van het Deltaport Donatiefonds, weten van wat dit fonds allemaal doet en kan doen. Wiebe Pannenkoek, Deltaport Donatiefonds, wat houdt dat in? Ja, Joop, dat is een fonds dat is opgericht door het havenbedrijf Rotterdam. En samen met zeg maar, de bedrijven langs de waterweg is dat een burenfonds, zoals het genoemd wordt. En dat betekent zeg maar, dat er allerlei donaties gedaan worden aan verenigingen en stichtingen. Die zeg maar, culturele, maatschappelijke, sportieve projecten op touw zetten. Ja. En daar kan iedereen gebruik van maken? Nee, Joop, niet iedereen kan natuurlijk een beroep doen, want anders zou elke particulier iets leuks verzinnen. De stichting die betaalt alleen nog maar aan, of de Deltaport Donatiefonds betaalt alleen maar aan stichtingen en verenigingen. Dus dat is zeg maar een voorwaarde om een beroep te kunnen doen op een donatie. Dus dat houdt in dat je statuten moet hebben, huishoudelijk reglement ingeschreven staan, Kamer van Koophandel? Ja, dat klopt. Dat soort bijlagen moet je bij je aanvraag meesturen. Ja. Maar noem eens een voorbeeld van een reeds gedoneerde zeg maar, aanvraag. Ja, ik kan bijvoorbeeld wat we dit jaar gedaan hebben is een zomerkamp voor padvinders extra bijdrage aangeleverd. We hebben een boottocht voor mensen met een beperking geleverd. We hebben ook bijgedragen aan Max. Ja, Max, dankzij het Deltaport Donatiefonds en OFS en heel veel anderen, lig jij hier. Wat vind je ervan? Kijk eens dan. Hij is er hartstikke blij mee. Bijvoorbeeld ook een veteranenvereniging die hield bijeenkomsten en de geluidsinstallatie was kapot gegaan. Die hebben een beroep gedaan op een nieuwe geluidsinstallatie. Dat soort zeg maar, projecten die worden zeg maar, gedoneerd door het donatiefonds. Ja, en praten we dan over tonnen, tienduizenden euro's? Want het is een lokaal fonds hè, met een beperkt budget, heb ik begrepen. Ja, elke gemeente heeft zijn eigen adviescommissie en krijgt een budget afhankelijk van het aantal inwoners. Voor Nissewaard moet je denken aan zeg maar, tussen de 20 en de 25.000 euro per jaar. Daarvan kunnen we meestal zo tussen de 20 en de 30 projecten doneren. Ja, zo even dus variërend van pakweg 7.500 euro tot 1.500, hooguit 2.000 euro? Ja, dat is het wel ongeveer. Als we boven de 2.000 uitgaan, ja, dan wordt natuurlijk het aantal donaties wat we kunnen geven steeds minder. En dat is oneerlijk als je het loop van het jaar bekijkt. Dus 2.000 is meestal wel het maximum. Het is een beetje smeerolie, aanjaaggeld om te stimuleren, kan ik me zo voorstellen. Ja, dat klopt. Want we betalen nooit zeg maar, een donatie voor het hele project. Er moeten ook zeg maar, donaties van andere organisaties bij zitten. Of zeg maar, uit eigen kosten moet een gedeelte bekostigd worden door de aanvrager. Dus dat is meer een ondersteuning dan zeg maar, een gift, laat ik het zo zeggen. Ja, je had het over het Deltaport Donatiefonds. Over dus een lokaal fonds. Maar dat houdt in dat er dan ook een regionaal fonds is. En zo ja, wie stort daar geld in? Ja, dat geld dat wordt gestort door het havenbedrijf Rotterdam. En alle bedrijven zeg maar, die gelegen zijn langs de Nieuwe Waterweg. Afhankelijk van het aantal medewerkers wat ze hebben, betalen ze een soort donatie. Jaarlijks aan het fonds. En dat gaat over hele grote bedragen. Dus als je een grote donatie hebt, dan kun je die aanvragen bij het fonds zelf. Een regionale aanvraag als het ware. Ja, nou ja, je gaf al even aan. De hond Max, gemaakt door Tineke Nusink. We zitten hier, moet ik zeggen, voor het pand waar de slagerij van de familie Levy tot 28 oktober 1942 gevestigd was. Toen werd die familie weggevoerd en nooit meer teruggekomen. Max symboliseert het verdriet, maar ook de nagedachtenis, niet alleen van de familie Levy, maar van alle Joodse mensen in Nederland die zijn weggevoerd. 106.000 Joden. Ja, dat zijn wel mooie zeg maar, bedragen, maar ook dat er met een bepaalde filosofie wordt geschonken. Kan ik me zo voorstellen, want als ik een beeld voor Poetin zou willen neerzetten, ik geloof niet dat jullie meedoen. Nee, dan doen we niet mee, Joop. We hebben zeg maar, een adviescommissie, bestaat uit 7 mensen voor Nissewaard. En we bekijken inderdaad wel of zeg maar, het een algemeen doel is. Het moet zelf wel zeg maar iets algemeens en ten nutte van de maatschappij zijn. Ja.
Nou ben jij secretaris. Dat is onbezoldigd. Je krijgt zelfs geen reiskostenvergoeding of wat dan ook. Elke hobby kost geld. Maar ja, dit doe je voor de samenleving. Je hebt, zeg, 7 mensen. Bestaat een commissie uit. Dat is toch eigenlijk wel mooi dat jullie dat doen. Ja, dat vind ik eigenlijk wel. Maar goed, aan de andere kant, ik ben secretaris geworden omdat ik in het verleden, zeg maar, namens de Ruitervereniging Rozenburg een aantal projecten heb mogen aandragen en daar ook geld voor gekregen. Dus was het voor mij een kwestie van iets terugdoen. Als iedereen wat terug gaat doen in de richting van Delta Coördinatiefonds, bestaat binnen een jaar bestaat zo'n commissie uit 2000 mensen. Ja, waarschijnlijk wel. Maar goed, niet iedereen heeft die inborst, laat ik het zo maar noemen. Ik heb begrepen dat ook burgemeester Fort van Oosten er iets te maken mee heeft. Ja, dat klopt. Van elke, zeg maar, lokale adviescommissie is de burgemeester het hoofd. En die is ook, Fort is er ook echt daadwerkelijk bij betrokken. We vergaderen ook altijd in zijn kamer op het stadhuis. En hij doet ook heel daadwerkelijk mee aan het, zeg maar, beoordelen van de aanvragen. Verstrengeling van belangen in de algemene zin, maar ook gemeentelijk. Ik kan me voorstellen dat als de gemeente ergens geld in stopt voor een bepaald project, dat dat niet altijd overeenstemt met de statuten van het Delta Coördinatiefonds. En dan kan de burgemeester hoog en laag springen, maar dan zegt zo'n commissie van nee, meneer burgemeester, dat gaan we niet doen. Of zie ik dat anders? Nee, dat zie je goed hoor, Joop, want zo gauw, zeg maar, er verstrengeling van belangen is, dan gaat degene die het aangaat, die stemt gewoon niet mee. En anders wordt er wel door een ander aangegeven, hey, luister eens, je bent te dicht hierbij betrokken, eventjes je stem tezijde leggen. Een voorbeeld is bijvoorbeeld de gemeentelijke kinderboerderij die een aanvraag heeft ingediend voor een educatiepaneel. En daarin stemt bijvoorbeeld Voort, omdat hij vanuit de gemeente ook daarbij betrokken is, dus niet mee. Dan gaat hij even koffie drinken of even de kamer uit. Ja, meestal koffie halen voor ons. Ja. Ja. Nou, u ziet het, de wonderen zijn de wereld niet uit. We hebben hier gewoon een hele dure koffiejongen in deze gemeente. Fort van Oosten, die koffie haalt voor de mensen van het comité. Maar dat geeft ook de sfeer aan, kan ik me zo voorstellen, dat wel goed zit. Ja, ik moet daar, daar kan ik niet anders dan op antwoorden positief. Want iedereen is erbij betrokken. En we hebben vanaf de coronatijd hebben we ook aanvragen via e-mail moeten behandelen. Nou, en dat gaat dan ook op een goede manier. En dan wordt er gewoon een goede stemming gehouden. En wat we ook doen is, zeg maar, als het te close is, dan wordt er gezegd van dan doen we dat niet. Als, zeg maar, een groot gedeelte van de commissie tegen een bepaald voorstel is, dan zeggen we, nou, dan ook al is dan de andere met net 1 stem ervoor, dan zeggen we, dan doen we het gewoon niet. We moeten echt unaniem, als we de kans krijgen, moeten we unaniem voor zijn. Ja, het is in de grondwet scheiding van staat en kerk. Dat is ook een klein beetje bij het Delta Coördinatiefonds. Kerkelijke instellingen worden niet gesubsidieerd, maar een activiteit die in een kerkgebouw plaatsvindt en niet zozeer gerelateerd is aan het geloof, dat kan wel? Ja, dat kan wel. Dat is geen enkel probleem. Maar een kerkkoor? Een kerkkoor, ja, dat kan. Als die, zeg maar, een vereniging is of een stichting en ze hebben bepaalde donatie nodig voor bijvoorbeeld extra uitvoering of voor programmabladen, dan kunnen ze een donatie aanvragen. Dat is geen enkel probleem. Dat is heel mooi. Dus kijk eens Botlek TV, Link Media. Heeft u wat centjes nodig? En wie heeft dat niet? Maar bent u een vereniging of een stichting of een club mensen met ingeschreven Kamer van Koophandel? Wiebe Pannenkoek, makkelijk te vinden. Delta Coördinatiefonds, een e-mailadres of waar is dat te vinden? Ja, op de website kunnen aanvragen gedaan worden. Even een kleine aanvulling. Je moet zoeken op Delta Poort met 1 O. Poort is Engels voor haven en niet op Poort. We zijn wel de Poort van Europa, maar dat is niet de website. Het is Delta Coördinatiefonds. Daarin zitten formulieren voor, zeg maar, de lokale en de regionale aanvragen. Regionale aanvragen moet je denken aan, die komen, zeg maar, boven de 10.000 euro. Want ja, dat geld kunnen wij dus niet missen. Want dan hebben we geen ruimte meer voor andere aanvragen. Ja. Nou, namens Botlek TV Link Media wensen we je niet alleen een goede gezondheid, maar vooral ook veel nieuwe aanvragen. In beperktheid, dames en heren, want als u iedereen 10.000 euro gaat aanvragen, nou, dan gaat hij regionaal. En de kans dat u hem krijgt, dan, althans het bedrag, ja, dat ligt dan niet aan Wiebe of aan een van de anderen. De kleine bedragen, 7.500, 1.500 euro, als, zeg maar, een leuke stimulans voor uw activiteit, dat maakt een grote kans
bij het Deltaport Donatiefonds Nissewaard. Nog een laatste uitbrander, Wiebe? Nee, dat is het denk ik wel. Ja, we hebben alles wel behandeld wat er moest behandeld worden, Joop. Dus nogmaals, Deltaport met 1 O, donatiefonds op de website. Dit was Botlek TV, ook met 1 O. Achter de camera Roel, ook 1 O in het Roel. Van Deursen en Joop van Door met 1 O. Tot ziens.